In het mooiste vak van de wereld volgen we verpleegkundigen die trots zijn op wat ze doen. Deze keer kijken we mee met kinderverpleegkundige Thijs. Het vak is meer dan ik had verwacht vooraf. Het vak vraagt echt om zelf te denken. En wat elk mens anders is, kan het elke dag ook heel erg wisselen in hoe een ziekte verloopt. Dus ik vind het echt leuker dan ik had verwacht. En eigenlijk merk je dat pas als je dus echt aan het verplegen bent. Dus als je in het ziekenhuis of waar dan ook als verpleegkundige werkt. Denk ik dat je het pas merkt als je echt dus zelfstandig verpleegkundige bent. Hoe leuk en uitdagend het is om te zorgen voor andere mensen. En om te zien wat jouw zorg, hoe klein of groot je ook is, wat dat betekent voor iemand anders. Omdat je vrij snel dus een reactie krijgt en zelfs resultaat krijgt van iets wat je dus doet. Als kinderen lang ziek blijven, bijvoorbeeld kinderen met kanker of met een chronische aandoening, kinderen die heel vaak al opgenomen zijn met benauwdheid of die heel erg dus vaak naar het ziekenhuis moeten komen, dat vind ik wel eens echt moeilijk om dat los te laten. Omdat je als kind eigenlijk gewoon kind moet zijn en zo weinig mogelijk ziek behoort te zijn. Dat belemmert een kind in het spelen en het normale dagelijkse leven. Aan de ene kant ben je professional en sta je wat dat betreft in de zorg voor een kind sta je er best wel ver vanaf. Maar omdat ik nu een eigen zoon heb gekregen, kom je daardoor wel weer iets dichter bij je ouders. In de zin van dat je wat beter kan inbeelden. Ja. Heel belangrijk dat ik collega's heb en ik merk ook dat het team heel hecht is als je met kinderen dus werkt. Omdat het ook collega's heel erg bezighoudt als een kind ziek is en om het dan zo fijn mogelijk te maken in het ziekenhuis, werk je ook heel erg goed samen met elkaar.